Yo mensen, ik ben Verlofs en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de Rubik's klok moet oplossen. Laat ik eerst maar eens beginnen met hoe de Rubik's klok eigenlijk een beetje werkt. Je hebt dus twee kanten. Met allebei de kanten zitten 9 kleinere klokjes op. Om op te lossen moeten alle klokjes naar boven wijzen. Op 12 uur moeten ze staan. Nou, de Rubik's klok heeft in alle vier de hoeken. Het is rond, hij heeft eigenlijk niet hoeken, maar hij heeft op 4 plekken een soort tandwieletje zitten. Als je aan gaat draaien, dan zul je zien dat er een hoop zal gebeuren. Nou, als je dus... Je hebt ook nog knopjes die je in of uit kan drukken. Wat bij deze best wel veel geluid maakt. Maar daarmee kun je ook nog wat dingen instellen. Eigenlijk wat die knopjes doen, is een soort kwadrant activeren. Dus je moet je voorstellen, dit knopje, zitten deze 4 klokjes omheen. Deze knopje zit die 4 klokjes omheen. Deze zitten die omheen en die zitten die omheen. Dus dan heb je eigenlijk, dit knopje kan die 4 activeren. Dit knopje kan die 4 activeren, die kan die 4 activeren en die kan die 4 activeren. Dus, zoals je ziet, als ik dit knopje omhoog doe en ik ga hier aan draaien, zullen alleen die 4 gaan draaien. Dan moet ik natuurlijk wel bij het tandwieletje draaien die ook het dichtst bij dit knopje zit. Want als ik nu aan dit tandwieletje ga draaien, terwijl dit knopje omhoog staat, dan gaan de rest van de hoeken draaien die de knopjes naar beneden hebben zitten. Maar dat hoef je niet te weten. Het enige wat je nodig hebt om te weten is, als je knopje omhoog doet, dan worden die eromheen geactiveerd. En dan moet je zorgen dat het tandwieletje wat er dichtbij zit, dat je daaraan gaat draaien, zodat je die kan draaien. Dus als ik bijvoorbeeld dit knopje en het knopje daarnaast ga activeren, dan maakt niet uit of ik aan deze of aan die gaan draaien, want ze zitten er allebei aan vast. En dan zul je zien dat die 6 allemaal gaan draaien, omdat deze 4 zijn geactiveerd en die 4 zijn geactiveerd. Nou, zal ik hem maar eens door de war doen. Zo, nou zit die behoorlijk door de war, of niet dan? Oké, de Rubik's klok los je iets anders op dan de rest van alle cubes. Je gaat namelijk niet klokjes gelijk zetten aan degene die je al goed hebt staan, maar je hebt degene die je al goed hebt staan gelijk zetten aan degene die verkeerd staan. Dus moet je net iets anders omdenken. Nou, wat bedoel ik daarmee? We gaan in ieder geval eerst het kruis maken. En dan aan de andere kant het kruis maken. En daarna de hoekklokjes goed zetten. Dus we willen dit middelste klokje, daar gaan we mee beginnen. Die gaan we gelijk zetten aan één van die 4 klokjes. Nou, staat die toevallig al gelijk met die. Dus daar hebben we geluk aan. Maar stel dat dat niet zo was. Bijvoorbeeld, hij staat zo. Oké, we willen dus dit klokje gelijk zet aan een van die 4 klokjes. Hoe doen we dat? Nou, we kunnen bijvoorbeeld zo'n kwadrant activeren door het knopje omhoog te doen. Nou zijn deze 4 klokjes geactiveerd. Kun je met dit tandwieletje, want die zit er het dichtst bij, kun je hem draaien net zolang die totdat hij gelijk staat aan het klokje wat ernaast staat. Dus nu staat hij gelijk met deze. Dus dan willen we die 2 gaan draaien tot ze gelijk staan met de volgende. Nou, de volgende kiezen we bijvoorbeeld die. Dus dan zorgen we dat deze weer naar beneden gaat. En dan willen we deze omhoog doen. Waarom? Nou, als we deze omhoog doen, dan wordt dit geactiveerd. Waar dus die 2 binnenvallen. En als we dat dan gaan draaien, zullen ze allebei meedraaien. En dan kunnen we hem gelijk zetten aan de volgende. Dus nou staan die 3 al gelijk. Dan kunnen we deze weer naar beneden doen. En dan kunnen we deze omhoog doen. Want nu is dit geactiveerd. En daar vallen dus die 3 binnen. Dus die kunnen we gelijk zetten aan de volgende. Bijvoorbeeld deze. Dus dan gaan we hier aan draaien. Nou staan deze 4 al allemaal gelijk. Dus nou moeten we 2 knopjes in omhoog duwen. Deze ook nog erbij. Wat dat doet is deze 4 activeren. En die 4 waren nog geactiveerd, want die staat ook nog omhoog. Dus deze 6 zullen nou allemaal gaan draaien en dan zetten we hem gelijk met het laatste klokje van het kruis.
Zo, nu staan deze 5 van het kruis allemaal gelijk. Dan kunnen we hem nog even op 12 uur zetten door alle knopjes omhoog te doen. Dan maakt het niet uit aan welke je draait. Zo, staan ze allemaal omhoog. Dan gaan we dat aan de andere kant exact hetzelfde doen. We willen dus weer het middelste klokje gelijk zetten met een van de andere. Nou is hier een tip. Dan zie je dat deze aan deze gelijk staan. Dus dan kunnen we gelijk, als we die hetzelfde neerzetten, dan hebben we er 2 in 1 keer gedaan. Dus dan klikken we dit pinnetje in omhoog. Zodat deze 4 worden geactiveerd. Want dan kun je de middelste gelijk zetten met die, een van die 2, of eigenlijk allebei. Nu staan die gelijk. Doe je deze weer naar beneden. En dan doe je deze omhoog, zodat deze 4 worden geactiveerd. Dan kun je hem weer gelijk zetten aan de volgende, bijvoorbeeld deze. Nu staan deze 4 gelijk. Dan willen we dus deze 6 klokjes hebben geactiveerd. Door ook nog deze omhoog te doen. En dan kunnen we hem gelijk zetten aan de 5e van het kruis. Dan kunnen we ze nog allemaal op 12 uur zetten. Deze 5. Door alle knoppen omhoog te doen. En dan zul je zien dat aan allebei de kanten het kruis op 12 uur staat. Prachtig. Nou gaan we de hoek klokjes gelijk zetten. Nou, dit doen we door alle knoppen omhoog te laten staan. En dan drukken we er eentje in. Wat dit doet, is dit knopje staat omhoog, dus die 4 zijn geactiveerd. Deze staat omhoog, dus die 4 zijn geactiveerd. En deze staat omhoog, dus die 4 zijn geactiveerd. Dus al deze klokken zijn geactiveerd en alleen deze niet. Dus als we nu gaan draaien bij natuurlijk een tandwiel waar ook het knopje omhoog staat, dan kunnen we het kruis gelijk zetten met dit hoekje. Nou zul je zien dat dit hoekje en het kruis allemaal hetzelfde staan. Doen we dit knopje weer omhoog, dan drukken we de volgende naar beneden. Dan kunnen we deze klokjes gelijk zetten met dit hoekje. Dan zijn deze 7 klokjes allemaal gelijk. Dan druk je dit knopje weer omhoog en de volgende naar beneden. Dan wordt deze dus gedeactiveerd en de rest is allemaal geactiveerd. Dus kun je hem gelijk zetten met die. Klik je die weer omhoog. Klik je die naar beneden. En dan is alleen de laatste nog gedeactiveerd. En deze allemaal weer geactiveerd. Nu staan deze allemaal gelijk. Dan zetten we ze weer omhoog op 12 uur. Dan gaan we naar de andere kant. En dan staan ze prachtig. Ook op 12 uur. Dus, zo los je de Rubik's klok op. Vond je deze video leuk? Geef hem dan een blauw duimpje omhoog. Wil je meer abonneren? En ik zie je de volgende keer weer. Doei!